Hoe moet het verder met de provincies? Tijdens de afgelopen legislatuur zijn ze persoonsgebonden bevoegdheden zoals cultuur, welzijn, jeugd en sport kwijtgeraakt. Is de voorbode geweest van een verdere uitkleding of zelfs afschaffing van de provincies zoals de ene regeringspartij wil, of moeten ze toch behouden blijven zoals een andere regeringspartij wil? Of bestaat de mogelijkheid om ze om te vormen, wat je wel eens bij de oppositie hoort? De afgelopen week is in het Vlaams parlement nog eens van gedachten gewisseld over de rol van die provincies. Aanleiding voor een debat. Dag dames en heren, bij mij aan tafel zit Marius Meerman van de N-VA en Ingrid Pira van Groen, allebei Vlaams parlementslid en lid van de commissie die afgelopen week de rol van de provincies nog eens tegen het licht heeft gehouden. Voluit de commissie voor bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering en stedenbeleid een hele mond vol. Ook bij ons Ludwig Caluwe van de CD&V, ook nog Vlaams parlementslid geweest, hè? Maar sinds 2013 gedeputeerde voor de provincie Antwerpen. Allemaal welkom in deze studio. Ja, Ludwig Caluwe, u kan vergelijken, hè? U heeft 12, 13 jaar in dat Vlaams parlement gezeteld. Sinds 2013 is de provincie Antwerpen uw werkterrein, weliswaar in een uitvoerend mandaat nu. Maar u bent gedeputeerde, u kan vergelijken, op welk niveau werkt u het liefste? Wel, ik vind het een goede aanvulling. Hè. Ik had nog nooit wat uitvoerend gedaan en het uitvoerend werk is toch meer hands-on. Je ziet de resultaten, je hebt meer contact met concrete mensen. Ik bedoel met niveau natuurlijk de schaal, hè. Het Vlaamse niveau of het provinciale niveau. Heeft u een voorkeur? Je hebt beide nodig. Hè. Je hebt een niveau nodig waar dat de grote lijnen worden uitgezet en je hebt dan een niveau nodig waar dat het concreet wordt toegepast. En waar werkt u het liefst? Beide. De beide, ja. Kan u op, ik denk dat het goed is dat, men, dat ja, er ook wisselwerkingen zijn. U zegt net, je hebt beide niveaus nodig. Kan u dingen doen op provinciaal niveau die op een ander niveau, gemeentelijk of gewestelijk, helemaal niet zouden kunnen of een andere uitkomst hebben? Wel, wat stellen wij vaak vast? Dat je de Vlaamse diensten, ruimtelijke ordening, Raad van Vlaanderen, economie, natuur, landbouw, concreet op het terrein naast elkaar werken. En wil je dan toch komen tot een gemeenschappelijke visie, dan heb je een overheid nodig die toch voldoende diep zit bij het terrein en dan de verschillende visies van de verschillende departementen bij elkaar kan brengen. En zou de Vlaamse overheid dat niet kunnen? Nee, want dan heb je opnieuw die afstand. Je hebt toch wel die terreinkennis nodig, ook die nabijheid bij de gemeente. Maar heel vaak is een gemeente qua schaal te klein. Je kan niet voor de hele Ruppelstreek een gemeenschappelijke visie hebben. Ja, je moet de 5 gemeenten schaal, bij elkaar brengen. Te klein, en dan te de verschillende klein. Departementen. En dan heb je één overheid nodig die bij elkaar kan brengen. Toch nog voldoende dicht nabij is. En desgevallend op bepaalde momenten keuzes kan maken. Soms heb je tegenstellingen tussen mobiliteit en natuur, tussen economie en natuur, tussen economie en mobiliteit. Op een gegeven moment moet je tussen die verschillende departementen keuzes maken, knopen doorhakken, soms ook tussen gemeenten knopen doorhakken. En dan heb je een overheid nodig die ook een politieke overheid is. Dan kun je zeggen, schouwvliegen bel eens met Ben Weitz of omgekeerd, want we zitten daar met een knop. Maar dan heb je weer niet die nabijheid. Die nabijheid, oké. Dus het is een verzoening van nabijheid en toch voldoende afstand om dingen bij elkaar te brengen. Marius Meermans, uw partij, de N-VA, is een coole minnaar van de provincies. Tijdens deze legislatuur zijn ze onder impuls van uw partijgenoot, Vlaams minister Homans, de persoonsgebonden bevoegdheden, cultuur, welzijn, sport, jeugd, kwijtgeraakt. Die zijn overgedragen aan de gemeenten of aan de Vlaamse gemeenschap. Waarom was die ingreep nodig? Wel dood eenvoudig, omdat wij de evolutie in Vlaanderen is heel erg duidelijk. We willen gaan naar twee niveaus, zijnde een sterke gemeente of een sterke stad en het Vlaams niveau. En het tussenniveau, de provincie, is ingericht door Napoleon. Bonaparte is al lang dood. En dat is voor ons een niveau dat er eigenlijk te veel aan is. Kost ook veel geld. Je hebt een deputatie, je hebt een provincieraad. Dat is nog een tussenniveau waar niemand eigenlijk goed weet wat die nog doen. Ik hoor toch Ludwig Caluwe zeggen, op Vlaams niveau zit je eigenlijk al te ver. Je hebt die nabijheid nodig. We hebben 6,5 miljoen mensen. Dat is in andere landen een stad. Hè? Dat is in andere landen gewoon een stad. Ja. Dus laat ons ook daar een beetje eerlijk in zijn. De afstand tussen een gemeente en een Vlaamse overheid hoeft niet groot te zijn. Wat wel moet gebeuren,
Tegelijk ook is de oefening naar meer sterker bestuur in de lokale gemeenschap. Dat is belangrijk. Dus wij pleiten ook voor meer fusies van gemeenten. Fusies van gemeenten. Want u zei het al, eigenlijk wilde u verder gaan bij de start van deze legislatuur. Ja. Dit was een compromis wat uit de bus is gekomen. Dit was een compromis, inderdaad. Ja. Ja. Ingrid Pira, over dat compromis gesproken. Ingrid Pira, u heeft in het verleden enkele keren kritiek geuit op dat compromis. Het is een beetje een mossel nog vis oplossing, hoorde ik u zeggen. Ja, wij vinden dat ten eerste dat de minister nu, minister Homans, veel beter had voortgewerkt op het werk van haar voorganger, minister Bourgeois. En die had een regioscreening gedaan van heel Vlaanderen, alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op elkaar gelegd. En daar kwamen als vanzelf een aantal stads- en streekgewesten naar voren. En wij vinden dat de minister beter daarop had voorgewerkt. En in die zin zijn wij ook voor een heel sterk intermediair bestuur, waarbij we de provincies vervangen zien door stads- en streekgewesten. Wij denken dus dat er de laatste 30 jaar eigenlijk een organische evolutie op gang gekomen is naar meer stadsregionale werking. En wij zouden die een bestuurlijke vorm geven. Ja. Ook de Leuvense schepen Rduani van de SPA heeft al gelijkaardige geluiden laten horen. Meerdere, ja. Hoe moeten we dat dan concreet zien? Moeten er dan verkiezingen komen voor een bestuur? Of wordt het een soort van intercommunale waarvan de controle soms mank loopt? Hè? Hebben we het afgelopen jaar, de afgelopen jaren helaas kunnen vaststellen. We hebben een voorstel van decreet ingediend, waarbij er dus vertrokken wordt van die regioscreening en waarbij er een voorstel van afbakening zou gedaan worden op het niveau van het Vlaams parlement, dat dan naar de provinciebesturen en de gemeentebesturen wordt gezonden, die dan 2 jaar de tijd krijgen om daar wijzigingen aan te brengen. En dan, dus er zit een hele geleidelijkheid in en in 2030 zouden dan voor de eerste keer de verkiezingen plaatsvinden van de stads- en streekgewesten. Ja, met een democratische controle. Met een democratische controle. Dan heb je dat tussen de volgende week. Ja, maar ik ga me zo voorspellen dat meneer Meermans dat gaat zeggen van in plaats van 5 provincies heb je dan 10, 15, 25 provincies. Provincies waren ooit afgeschaft in het Egmondpact en werden vervangen door 25 subgewesten. Dat is natuurlijk al van 77 geleden. Wij stellen toch in de praktijk vast dat wij zeggen graag, provincie Antwerpen is een provincie met streken. Wij werken voor heel wat beleidsdomeinen met verschillende streken, maar die wisselen wel. Voor het economie is dat wel wat anders dan voor landschap, voor toerisme. Dan werken. Goed, ik kan me wel voorstellen, en ik ga die vraag ook aan u stellen, want u bent van Oost-Vlaanderen, dat in sommige provincies zo'n soort van verbondenheid wel bestaat. Limburgers hebben dat misschien wel, misschien West-Vlamingen, hoewel sommige kijkers misschien gaan zeggen dat is absoluut niet het geval. Maar Oost-Vlaanderen, ik heb zelf in een ver verleden gewerkt voor een regionaal station dat voor de Denderstreek en het Waasland moest werken. Ik heb vaak de indruk gehad dat dat regionale gevoel tussen die twee subregio's, Denderstreek-Waasland, er niet was. En dan kan ik me voorstellen dat een stadsgewest misschien nauwer aansluit dan een provincie. Nog een keer, wij werken met streken voor onze verschillende domeinen. Ja. Wij ondersteunen de verschillende, maar voor de enige, in de enige, voor bepaalde dingen is dat 5 gemeenten samen. Voor andere dingen komen er dan 15 andere gemeenten bij. Dus dat wisselt wel. We kunnen daar makkelijk tussen schakelen. En ondertussen is er ook wel onderzoek geweest dat zegt dat zelfs voor de provincie Antwerpen daar toch wel een zekere gemeenschappelijkheid is. Als men ziet hoe dat er verhuisd wordt, dan gebeurt dat doorheen die streken binnen die provincie en veel minder daarbuiten. En ik ga nog eens zeggen, als ik bijvoorbeeld de streek waar ik zelf vandaan kom, het noorden van, boven de stad, het noorden van Antwerpen. Voor al datgene wat dat te maken heeft met toerisme, met landschap, met landbouw, met hoe dat onze dorpskernen het liefst worden ingericht, beschouwen wij ons als Kempen. Maar als het gaat over economie, waar de meeste mensen gaan werken, dan kan je dat niet anders bekijken dan samen met de stad, samen met de haven. En als we nu op een gegeven moment zouden moeten kiezen, die is ofwel met de stad Antwerpen een streek geweest, ofwel met de Kempen. Wij doen die keuze liefst niet. Ja, wij zeggen, laat ons via die provincie, voor het ene wat van belang is voor de bevolking, kunnen we samenwerken met de Kempen. Voor het andere wat van belang is voor de bevolking, kunnen we samenwerken met de stad. Samengevat, elke indeling, mevrouw Pira, zal voor een stukje kunstmatig zijn en voor een stukje natuurlijk zijn. En welke indeling je ook op papier zet, er zal altijd ook wel kritiek zijn.
Ook bij stadsregio's of stadsgewesten. Ja, maar wij houden rekening met een soort natuurlijke evolutie die we de afgelopen jaren zien. Wij houden ook rekening met die regioscreening van minister Bourgeois in der tijd, die toch laat zien dat als je naar alle samenwerkingsverbanden tussen gemeenten gaat kijken, dat er als vanzelf stadsgewesten en streekgewesten naar boven komen. En dat zijn er geen 25, collega Meermans. Dat zijn er een 13, 14-tal, denk ik. En die komen telkens overeen met een grote of een kleine stad en het hinterland daar rond. En ik wil daar ook aan toevoegen dat wat we hier in Vlaanderen zien gebeuren, dat zien we eigenlijk wereldwijd gebeuren. Uh-huh. Dus wereldwijd verschuift de macht van de nationale regeringen naar eerder de stadsregio's, hè, groot of klein. Dat zien we hier in Vlaanderen ook perfect gebeuren. Een Vlaams nationalist moet dan toch denken van oké, zo dicht mogelijk bij een gemeenschap die met elkaar hoort. En als die natuurlijk ontstaan, bovendien onderzocht zijn door Geert Bourgeois destijds, waarom daar dan zo fel gekant tegen zijn? Wel, een Vlaams nationalist is vooral voor efficiënt bestuur. Ja. Wat er nu gaat gebeuren, is het plan volgen van Groen. Dan gaan we nog een laag tussen leggen. Nee. Weer met verkozenen, weer met ondersteuning. Allee, nee. Je moet toch een beetje realistisch zijn. Ja. Er zijn bijvoorbeeld de mandaten van de provincie Limburg, dat zijn 50 pagina's. In allerlei, laat ons toch een keer efficiënter werken. Mm. We zijn te veel niveaus, er zijn te veel politici, er zijn te veel postjes. Dus met andere woorden, een vraag naar efficiëntie. Ja? Ja? Wat doe je met zaken die op een lokaal niveau te groot zijn om lokaal te worden opgelost? Hoe doe je dat dan? Wel, daar zijn we dus mee bezig. Bijvoorbeeld deze week, ik ga een voorbeeld geven hoe eigenlijk, het begint een beetje zielig wat betreft de provincie. We hebben een streek intercommunaal in mijn regio, Dender-Durmeschelde. We hebben samengezeten deze week met vertegenwoordigers van de gemeente gezegd van we gaan moeten nadenken, de toekomst. Hoe gaan we dat doen? Wat zijn de efficiënten? Wij zien die intercommunale als een streekmotor om daar rond de economie, sociaal, duurzaamheid te werken. Tegelijk zien we de provincie die zegt, wij zijn de streekmotor. Ja, zo kunnen we niet blijven werken. Goed, en als je een keuze moet maken, wie moet het dan doen? De intercommunale? Ik geloof eerst en vooral, ik heb u gezegd, twee niveaus. Dat is het Vlaamse en het lokale. Ja. Het gemeentebestuur, de gemeenteraad moet terug zijn volheid van kracht hebben. En dan moet je streven naar grotere gemeenten. En natuurlijk gaan een aantal gemeenten moeten samenwerken. En daarover gaat het niet meer van we gaan die gemeente met dat verband en dan met dat verband. En dan hoor ik zeggen samenwerken in een stadsregio, in een stadsgewest. Je moet een samenvallend samenwerkingsverband hebben van de gemeenten. Ja, bijvoorbeeld, als je naar grotere gemeenten gaat, kunnen er dat 5 of 10 zijn. Nu zijn het veelal gemeenten van een keer 8.000, een keer 10.000 inwoners. Je moet die groter maken, sterker maken. En dan gaan die gemeenten rond een aantal zaken samenwerken. Maar het zullen de gemeenteraden zijn. Wat mevrouw Pirat voorstelt, is weer een tussenniveau. Weer verkiezingen, weer extra politici. Dat wil ik niet meer. Je moet kunnen werken maar goed, van maar goed, de raden van bestuur van de intercommunales, daar is het afgelopen jaar, de afgelopen 2 jaar, bijzonder veel rond te doen geweest. Zitpenningen voor vergaderingen die dat niet plaatsvinden. Dat is allemaal zeer transparant. Meneer, mevrouw Homans, duidelijk in ingegrepen. Ja. Je weet, het is beperkt. Het is beperkt door zitpenningen en dergelijke. Ik wil één ding zeggen, want het gaat vaak over lokale mandatarissen. Lokale mandatarissen, gemeenteraadsleden, schepen en burgemeesters, die werken ook wel hard. Hè. Ja. Dat zijn niet de graaiers, wat soms wel wordt gezegd. Ja. Ik heb daar veel respect voor. En ik vind ook, excessen moeten aangepakt worden. Daar ben ik overtuigd. Maar die excessen waren vooral te vinden in nevenorganisaties. Organisaties van vooral de grote intercommunales energie. Goed, iets anders. Hier gaat het over heel iets zeggen. Iets anders. Ik hoor Ludwig Kalewee zeggen, ik ga meteen laten reageren, meneer Kalewee, maar ik hoor hem zeggen, sommige zaken zijn te klein om op een grote schaal aan te pakken, maar je moet die afstand wel bewaren en dan is de provincie daar geschikt voor. In een promospotje van de provincies horen we de Antwerpse gedeputeerde van de N-VA zeggen, we zijn klein genoeg om dicht bij een probleem te staan en te begrijpen en toch groot genoeg om het aan te pakken en oplossingen mogelijk te maken. Dat is toch zoveel als zeggen, het tussenniveau is nodig. Het is afgesproken nu, dat betreft grondgebonden bevoegdheden, de provincie haar rol blijft spelen. Ja. Maar in ons programma zal staan dat in de toekomst wij eigenlijk de afschaffing willen van de provincies. Ja, maar ik hoor toch die gedeputeerde zeggen, het tussenniveau is nodig, of begrijp ik hem verkeerd? Het tussenniveau is nodig in die zin
laat me duidelijk zeggen, wij willen geen tussenniveau meer met verkozenen, met een extra secretariaat, met kabinetten, wat dan ook, dat moet eruit. Wat wij willen zijn sterke gemeenten met gemeenteraden, waar gemeenten zeggen van oké, we gaan hier een samenwerkingsverband van een paar gemeenten doen, waarbij we samen gaan kijken hoe onze regio, zoals mevrouw zegt, te ontsluiten. Dat is allemaal goed en wel, maar dan moet de rechtstreekse link komen met Vlaanderen. Wat er wel nodig is, is een gouverneur. Ja. Want een gouverneur die zal de rol spelen van superambtenaar en die moet boven de melee staan, boven het gewoel, en die zal dus moeten daar de tussenfiguur spelen. Oké, over de gouverneur wil ik het straks zeker en vast hebben, maar Ludwig Kalewee, wou reageren op die ideeën over een stadsgevest, het tussenniveau, niveau te klein, te groot, wat moeten we ermee doen? Laten we gewoon gaan kijken wat er de voorbije jaren gebeurd is met het verdwijnen van cultuur, jeugd, sport en welzijn. Waar het gedacht was, dat moet verdeeld worden over Vlaanderen, maar dat moet vooral naar de gemeente gaan. Wat de provincies op dat vlak doen, dat moet vooral door de gemeenten worden overgenomen. En wat is naar de concrete realiteit? Dat in onze provincie, en het is in alle andere provincies quasi hetzelfde geweest, dat de overgrote meerderheid van datgene wat de provincie op dat vlak deed, gecentraliseerd is. Is allemaal overgegaan naar Vlaanderen. De enige wat vanuit de provincie, de enige gemeente die vanuit de provincie iets heeft overgenomen, is de stad Antwerpen. Omdat de stad Antwerpen inderdaad de enige is die voldoende groot is, de voldoende bestuurskracht heeft om datgene wat de provincie deed over te nemen. Maar de stad Antwerpen is ook zelf een tussenniveau. De stad Antwerpen, daar heeft men gezegd, de districten, vermits dat die afstand naar een bestuur van een half miljoen inwoners te groot is, heeft men de oude gemeenten, de districten, zijn opnieuw verkozen besturen. Ja. En dus op het moment dat je grotere gehelen gaat maken, die voldoende bestuurskracht hebben, op die moment heb je automatisch dat je zegt van ja, dat is te hoog, dan heb je op een lager niveau opnieuw een bijkomende laag nodig. En de perfecte illustratie is het... Wat is er bij de provincie gebleven? Ook al is dat perfect cultuur, en ook al zit dat in een stad, de Warande. Cultuurcentrum de Warande in Turnhout. Logischerwijze, cultuur niet meer bij de provincie hoort. Maar Turnhout had dat 10 jaar geleden, toen men voor zware renovatie stond, gezegd van, provincie, alsjeblieft, neem dat over. Want wat zien wij? 25% van de gebruikers van de Warande zijn van Turnhout. 75% zijn van de ruime omgeving. Hij zegt van, oké, de provincie zegt, inderdaad, dat is onze taak, dat nemen wij over. Wij doen de renovatie, wij doen voortaan de uitbating. Nu zou dat naar Vlaanderen moeten zijn gegaan. Enfin, zou dat eigenlijk in de ogen van de hervormers terug naar Turnhout hebben moeten gaan. Maar Turnhout zegt, nee, wij kunnen dat niet overnemen, we hebben daar de kracht niet voor. Regionaal samenwerkingsverband, verschillende gemeenten samen, het is er niet van gekomen. Oké, maar goed. Eerst en vooral, wat over dat cultuurbeleid... Dat men zegt van dergelijke, wat het probleem was, dat provincie Antwerpen, provincie Limburg, provincie West-Vlaanderen hadden allemaal verschillende manieren hoe subsidies te geven. Er was totaal geen eenvormigheid en het ging een beetje af, ook veel subsidies op naam. Kende je toevallig wel de juiste DPT, kreeg je een subsidie, anderen dan weer niet. Dan hebben we ook Ik zou graag dit punt afronden, want cultuur is weggehaald bij de provincies. Het is in ieder geval de rol van de gouverneur. Hè. U zegt van die is zeker en vast nodig als een soort van superambtenaar. Ik heb in een tekst van Bart Caron uit 2010. Gelezen dat hij zegt van ja, die gouverneur die kunnen we ook maar best afschaffen bij die stads- en regiogewesten. Ja, dat zien, omdat wij dus voor verkozen besturen zijn, zien wij niet direct een rol voor een gouverneur weggelegd. Omdat we denken dat de provincie, de structuur van de provincie, stilletjes aan het evolueren is naar iets anders. Denken we dat Want de rol van de gouverneur zit natuurlijk vandaag vaak bij de coördinatie, bij een ramp bijvoorbeeld. Ja, Wie zou dat dan moeten overnemen in jullie plan? Ja, nu ik moet eerlijk zeggen dat bij de totstandkoming van ons voorstel van decreet hebben wij daar eigenlijk niet meer echt over nagedacht. Dus eigenlijk is dat iets waar we in de tijd van gezegd hebben, voor ons heeft de gouverneur geen rol meer, maar... Ik ben eigenlijk wel bereid om dat terug op tafel te leggen en te bekijken of de gouverneur nog een rol kan spelen. Ja. Ook binnen die stads- en streekgewesten. Want uiteindelijk gaat het om een opdeling bijna per provincie. Hè, dat je een stadsgewest ziet naar voren komen. Mag ik nog één ding zeggen op wat mijn collega altijd zegt? Van, en als het voorstel aan Groen gevolgd wordt, zijn er weer verkiezingen en weer veel politici enzovoort. We zien dat eigenlijk...
allemaal evolueren. En wij zien dat er bevoegdheden van Vlaanderen naar die gewesten zullen gaan en anderzijds van de gemeente naar die stadsgewesten. Dus op beide niveaus zal er een vermindering zijn, zodanig dat er capaciteit komt om, netto om die aantal, middenstructuur netto aantal, in te vullen. Politici dat nodig is. Plus, je moet ook rekening houden met al die intercommunale en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, waar Geert Bourgeois goed mee bezig was. Mm-hmm. Als die en al die beheersstructuren ook eens gaan bekijken, en wij zien die eigenlijk inkantelen in die stadsgewesten, dan denk ik dat we op weg zijn naar een efficiënt beheer. En dan gaan we eigenlijk minder geld uitgeven. Ik wil terugkeren naar de gouverneur, Ludwig Kalewee. Die is belangrijk, zoals N-VA zegt. Bijvoorbeeld als superambtenaar, want daar is hij vandaag eigenlijk ook, hè, om bijvoorbeeld bij een ramp te coördineren. Ja, die is belangrijk als ambtenaar, maar, dat is, maar daarmee zeggen we het ook juist, hè, die is ambtenaar. Mm-hmm. En dus op het ogenblik dat er een politieke... En op welke perol die staat, maakt eigenlijk niet uit. Hè? Maar op het ogenblik dat er een politieke keuze moet worden gemaakt, wanneer er moet worden gezegd, hier is een conflict tussen economie, tussen landbouw, tussen natuur, tussen verschillende gemeenten, op die moment moet je een keuze maken. En dat kan je niet aan een ambtenaar overlaten. Dat moet je overlaten aan een bestuur dat daartoe gemandateerd is en dat op het moment dat de bevolking vindt dat met haar verkeerde keuzes maakt, dat die na 6 jaar kunnen weggestuurd worden. Ja, moet zo'n gouverneur niet best iemand zijn, Marius Meermans, die de bestuurlijke instellingen en administraties door en door kent? Want u weet dat er in het begin van het ambt van Jan Briers kritiek was op zijn coördinatie in Wetteren bij de treinramp, dat hij eigenlijk te onervaren was. Ja. Was kritiek op zijn communicatie bijvoorbeeld op dat moment? Ja, je weet dat meneer Briers eigenlijk iemand nieuw was, die eigenlijk ook geen... Goed, ik wil zijn proces niet maken. De vraag is, moet het iemand zijn die de politiek toch wel door en door kent, die de administraties kent? Het moet iemand zijn, en daar laat ik in het midden, of het nu iemand uit de politiek moet zijn of van ergens anders. Ik zeg gewoon, het moet iemand zijn die in staat is om verschillende partijen samen te brengen, ook wat Vlaanderen, de visie van Vlaanderen, te implementeren en vooral met de gemeenten en steden overleg te plegen. Het probleem is, er zijn heel wat projecten, ik denk bijvoorbeeld een bepaalde weg die moet komen, een ring bijvoorbeeld, waar de ene gemeente zegt niet op ons grondgebied en de andere niet op ons grondgebied of wat dan ook, of er is discussie rond, dan kan zo'n gouverneur wel, die eigenlijk niet echt politiek gebonden is, hè, niet partijpolitiek gebonden, dat die kan zeggen van we brengen de mensen samen, proberen naar een oplossing te zoeken. Bijvoorbeeld, ik denk aan het samenvoegen van politiezones, waar ik ook een voorstander van ben, naar grotere politiezones te gaan. Daar kan de gouverneur een rol in spelen. Ik denk over brandweer, hè, de brandweerzones, waar ook kan de gouverneur een rol spelen. Bijvoorbeeld, ik denk dat wel essentieel is, dat je iemand hebt, zogezegd een superambtenaar, maar die echt een beetje los staat, niet volledig los, maar wel, en die dan mensen kan samenbrengen en tot een oplossing kan komen. Ja, ik denk dat de Vlaamse regering dat nu ook nodig heeft. Over Ruzi gesproken, we hebben gouverneurs de afgelopen jaren soms zien bemiddelen als in een gemeente de onbestuurbaarheid wordt vastgesteld. Is dat iets wat je aan een ambtenaar kan toevertrouwen? Want dan moet hij gaan onderhandelen met politici natuurlijk, die niet meer door één deur kunnen. U moet zien, ik heb daarnet gezegd, hij is voor een stuk ambtenaar, voor een stuk onafhankelijk. Hij moet zo'n beetje daartussen zitten. Het is een beetje van een super, ik neem de term superambtenaar. Misschien is dat niet goed gekozen, maar ik heb geen andere term. Ik denk dat hij iemand moet zijn die boven de melee staat, die boven het gewoel staat en daar kan proberen als een soort van 100% objectief. Maar ziet u zo'n ambtenaar dan onderhandelen met twee schepenen die elkaar in de haren zitten en de onbestuurbaarheid hebben laten vaststellen in hun gemeente? Waarom zou dat niet kunnen? Omdat een ambtenaar is die op de loon... Ja, maar wacht. De loon... Nu staat er nu ook op de loonlijst, hè? We betalen toch nu ook de gouverneurs? Wat is het verschil met u dan? Dus met andere woorden, je hebt iemand nodig met een zekere autoriteit die gezien wordt als een soort van neutraal figuur die daar kan komen middelen. Zijn jullie het daarmee eens? Ik zeg het, het is geen punt van geloof voor onze gouverneur, maar wij denken vooral dat het democratisch deficit dat er nu is in die heel vele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en intercommunales, dat dat best hersteld wordt door een bestuur dat de juiste schaal heeft en dat zijn voor ons de stadsgewesten. En wat ook het voordeel is van het stadsregionale bestuursvorming, is dat we toch zien dat er op het lokale niveau, en dat vind ik het groot, en dat is daarom dat ik zo in het lokale niveau geloof, dat er veel meer boven de partijgrenzen heen wordt gewerkt.
En dat is voor de grote uitdagingen waar we voor staan, de klimaatuitdagingen bijvoorbeeld, dat die op het lokale niveau zullen gerealiseerd worden. En lokale gaat dan van gemeente tot provincie. Kijk hoe we overhoop liggen rond klimaatdoelstellingen op het hoger, op het Vlaams en het federaal niveau. De statiegeld, betonstop, allemaal, de regering zit muurvast. Wat zie je op het lokale niveau? Nee, wat zie je op het lokale niveau? Het plan Schaafli is wel afgeschaft. Hè? Wat zie je op het lokale niveau? Heel veel gemeenten treden toe tot de Statiegeldalliantie. Heel veel burgemeesterscovenanten worden gerealiseerd. En ik heb dat zelf als burgemeester ook gevoeld, dat je op dat lokale niveau veel makkelijker samenwerkt boven de partijgrenzen heen. Tuurlijk, maar wat nee, ik ga je onderbreken, want we hebben niet zoveel tijd meer. U wil in 2019 voor een volledige afschaffing gaan van de provincies. Heeft u begin het jaar ook in de tijd gezegd. Het zal dan zonder jullie zijn bij de CD&V? Ja, zeker. Maar punt 1 van het N-VA-programma zegt ook de afschaffing van België. Daar werken ze ook niet aan. Dus ik neem aan dat ze ook wel een ander punt betreft, de afschaffing van de provincies, aan de postjes. Dat ze daar ook, geen werk zullen van maken. Ik hoop in alle geval, laat ons zeker ook niet datgene doen. Allee, we hebben die hervorming die nu heeft plaatsgehad, ten gevolge daarvan een wat hybride regeerakkoord. Daar is dus 3 jaar bijzonder veel tijd ingestoken, bijzonder veel energie aan besteed. En de vraag is... Ik hoor wel zeggen, het is de schuld van de provincies die tegengewerkt hebben. Antwerpen niet, maar een aantal provincies hebben toch... Dat heb ik ook vernomen van minister Gats dat er niet altijd animo was, want men voelde dat men ging een beetje zagen aan de poten van de provincie. Maar jullie hebben daar ook altijd zo een enorm groot idee over. Wij spreken over... 600 miljoen aan werkingsmiddelen. 600 miljoen, alle provincies samen. Mm-hmm. Dat is 1,5% van datgene wat de Vlaamse overheid aan middelen heeft. En heel de focus, ik hoor meneer De Wever ook zeggen, van, weet niet hoeveel dat kost. Ze hebben geld dat allemaal een mooi spaarpotje het gaat de over, het gaat over zo'n klein... Daarmee kunnen we veel realiseren, meneer. Waar dat wij inderdaad heel veel mee realiseren. En, met die 600 ja, miljoen. Maar goed, kom je naar het juiste niveau. Dat is het probleem. Maar goed, evengoed, als u dan toch voor de afschaffing gaat, u heeft toch nog groen licht gegeven met uw partij voor de bouw van een nieuw provinciehuis in Antwerpen. Had het misschien beter om hold gezet dan? Ja, kijk, dat zijn beslissingen die genomen zijn. We zijn loyaal aan het regeerakkoord, we zijn loyaal aan het compromis dat gesloten is. Dat voeren we dan op ook uit. Op het provinciale loyaal niveau. We zijn een loyale partij. En jullie gaan verder met jullie plan ondertussen? Wij gaan verder met ons plan. Dus, en intussen blijven wij natuurlijk voor het behoud van de provincie als intermediair niveau. Ik zou toch wel willen zeggen, collega. Ik onthoud, het wordt allemaal hernomen. Het wordt allemaal hernomen na de gewestverkiezingen volgend jaar. Mag ik jullie bedanken, Ingrid Burra, Vlaams parlementslid van Groen. Marius Meermans, ook Vlaams parlementslid van de N-VA, Ludwig Kaluwe, Antwerps gedeputeerde van de CD&V. En uw beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.